dus voor mij een mooi aanknopingspunt om toch maar te beginnen. Hoewel mijn iPad aangeeft dat het nog 1 minuut voor 8 is. En wie vertrouwt Apple nou niet? Het hoongelach wordt niet geregistreerd, kan ik u melden. Nu wel. Ja. Er zijn geen mededelingen van verhinderingen. Ik stap dus meteen wat mij betreft over. Nou, nog even met elkaar te hebben vastgesteld dat dit nu wel de eerste formele raadszitting weer is na het zomerreces. Dus na een volle commissieagenda een paar weken geleden zijn we nu toe aan besluitvorming. En dat kunnen we denk ik ook nog wel rap doen, omdat er een aantal bespreekpunten ook vrij snel lijken te kunnen. Desalniettemin, we beginnen gewoon bij het begin. En dat betekent dat we wat mij betreft nu even rondkijken over de agenda. Is er behoefte om de agenda te amenderen? Dat is niet het geval. Is hier al dus vastgesteld. Dan gaan we naar de delingen van verhinderingen. Ik stap dus meteen wat mij betreft over. Nou, nog even met elkaar te hebben vastgesteld dat dit nu wel de eerste formele raadszitting weer is na het zomerreces. Dus na een volle commissieagenda een paar weken geleden. Dus zijn we nu toe aan besluitvorming. En dat kunnen we denk ik ook nog wel rap doen, omdat er een aantal bespreekpunten ook vrij snel lijken te kunnen. Desalniettemin, we beginnen gewoon bij het begin. En dat betekent dat we wat mij betreft nu even rondkijken over de agenda. Is er behoefte om de agenda te amenderen? Dat is niet het geval. Is hier al dus vastgesteld. Dan gaan we naar de vaststelling van de besluitenlijst van 9 juli 2019. Wenst iemand daarover het woord te voeren? Dat is niet het geval. Is al dus vastgesteld. Dan de voorgestelde wijze van afdoening van ingekomen stukken. Iemand daarover een opmerking? Ook niet. Conform voorgestelde afdoening. Dan zijn we bij de hamerstukken. Het voorstel, een drietal voorstellen. Een voorstel in zaken het bestemmingsplan van woonzorgcomplex De Voorde in Coevorde. Een voorstel in zaken de halfjaarrapportage 2019. En een voorstel in zaken zelftoetsing archiefbeheer 2018. Bij deze hamerslag is conform de drie voorstellen besloten, omdat dat in de commissie zo is geconstateerd dat er geen behoefte voor bespreking was. Er is ten aanzien van het volgende stuk, agenda punt 7. Het voorstel in zaken de startnotitie voor de regionale energiestrategie Drenthe 1.0, geconstateerd dat er behoefte bestaat om een stemverklaring af te leggen. En ik geef graag die gelegenheid. De heer Bonkers geef ik als eerste het woord. En natuurlijk hebben de andere fracties daarna ook de gelegenheid om een stemverklaring af te geven. De heer Bonkers. Dank voorzitter. Voor ons ligt de regionale energiestrategie, RES. We moeten als regio's, 30 regio's, 35 terawatt duurzame energie opwekken om de CO2 te reduceren. Hoeveel terawatt onze provincie wil of kan opwekken, dat weten we niet. We gaan onderzoeken wat er mogelijk is. Voor de VVD is het belangrijk dat dit gebeurt samen met de inwoners van de gemeente om te kijken waar het draagvlak is en waar het passend is in de omgeving. Er moeten geen zonnevelden of windmolens opgelegd worden, want het creëert geen draagvlak. Ook is de toeristische sector een erg belangrijke sector voor onze gemeente. Komen er nog wel toeristen naar een provincie vol windmolens en zonnevelden? Laten we vooral uitkijken dat we niet een te grote broek aantrekken. De VVD wil graag meegeven dat de RES realistisch, betaalbaar en draagvlak heeft en dat er geen dwang vanuit het Rijk gaat komen. Meneer Bonkers, het zou wel in het kader van een stemverklaring passen als u dan ook vervolgens zou constateren wat uw fractie gaat stemmen. Mogen we dat ook vernemen? Wij stemmen daarom wel in met de startnotitie. Dank u zeer. En hoewel het betoog een aantal vraagtekens bevatte, gelieve u die niet als zodanig op te vatten, want immers een stemverklaring geeft een toelichting op de uit te brengen stem. Dat heeft u dan nu gedaan. Zijn er andere fracties die op deze wijze een stemverklaring ter toelichting van een uit te brengen stem willen afgeven? Niet het geval. Mag ik dan vaststellen dat u met algemene stemmen met de startnotitie kunt instemmen? Dat is dan bij deze hamerslag ook zo vastgelegd. Dan zijn we bij de bespreekpunten. Een viertal, maar ik zei het al, een aantal daarvan zijn kort, omdat we formeel daarover hebben te bespreken.
Maar we beginnen met een echt bespreekpunt. Het voorstel in zaken het sportcomplex De Zwanenburg, het project Gasloos. Uitvoerig aan de orde geweest in de commissievergadering en ook voor de zomer al reeds onderwerp van gesprek geweest. Dus we naderen nu de afronding van dit dossier. Ik zie ook vertegenwoordiging van het bestuur van de stichting op de tribune zitten. Wie mag ik het woord geven? Ja, de heer Oudeboon. En ik ga ervan uit dat er vanuit alle fracties wellicht wat gevonden wordt. De heer Oudeboon, gaat de gang. Ja, voorzitter, dank u wel. Wij zijn als VVD-fractie blij dat na een onafhankelijk onderzoek is gebleken dat het plan Gasloos Zwanenburg reëel en haalbaar is. We vinden het jammer dat pas na aandringen door een gedeelte van de Raad is besloten om niet zomaar een half miljoen euro gemeenschapsgeld uit te geven, maar het eerst door een onafhankelijk bureau te laten onderzoeken. Wellicht een verbeterpunt voor toekomstige plannen. We zijn verheugd met de toezegging van de wethouder dat voor andere zwembaden ook geld beschikbaar is voor eventuele nieuwe verduurzaamheidsplannen. De VVD-fractie kan instemmen met het voorliggend raadsvoorstel en dankt de betrokkenen van het zwembad voor hun inzet. Dank u wel. Wie? De heer Soppen. Dank je wel, voorzitter. College, raadsleden, mensen op de tribune, pers, kijkers thuis. In januari jongstleden werd het raadsvoorstel De Zwanenburg Gasloos aan de raad voorgelegd. BBC 2014 heeft er toen samen met de fracties van CDA en VVD op aangedrongen dat er een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek plaats moest vinden. En we zijn blij dat het onderzoek er ook gekomen is. In tegenstelling tot een aantal andere partijen vinden wij in het kader van zorgvuldigheid ten aanzien van de hoogte van het bedrag in combinatie met een experiment een goede zaak dat dit onderzoek uitgevoerd is door Centraal. Er was immers geen onafhankelijk onderzoek beschikbaar. In de laatste commissievergadering is dit onderzoek toegelicht door Centraal en vanavond zullen we een besluit moeten nemen over het voorstel. Begin juli werd het onderzoeksrapport van Centraal vertrouwelijk met ons gedeeld en heeft onze fractie het rapport grondig bestudeerd. Een rapport waarin diverse technieken belicht werden en ook een duidelijk advies werd afgegeven. Centraal heeft geen reden gevonden om de ontworpen installatie ingrijpend te veranderen en kan goed leven met het ontwerp van de Zwanenburg. Ze geeft nog wel een aantal adviezen ter verbetering, adviezen waarvan wij de wethouder vragen op de uitvoering aan te dringen bij de Zwanenburg. Toen wij kennis kregen van de aanpak voor gasloze zwembaden in de gemeente Tynaarlo, hebben wij ons door de projectleider laten informeren. Omdat wij geen specialisten zijn, maar wel de indruk kregen dat hier een goed en mogelijk goedkoper alternatief lag, hebben wij een signaal afgegeven aan de portefeuillehouder, de heer Brink. Daarbij heeft onze fractie de wethouder geadviseerd om zich ook door hen te laten informeren. We zijn blij dat de wethouder hier via Centraal en ook de Zwanenburg gehoor aan heeft gegeven. De uitkomst van dit bezoek heeft de wethouder met ons gedeeld en hebben jullie allemaal in de stukken kunnen lezen. Bij onze fractie blijft twijfel bestaan. Niet over het proces dat de wethouder heeft doorlopen, maar wel over de gekozen oplossing. Waarom blijven ze in de gemeente Tynaarlo wel kiezen voor die andere oplossing? Kennelijk heeft Tynaarlo veel vertrouwen in een andere techniek, namelijk die luchtwarmtepompen. Onze fractie zou graag van de andere fracties die dit project al in de commissievergadering van januari af wilden doen als een hamerstuk, willen weten of zij de zorgvuldigheid die uiteindelijk is betracht onlogisch vinden. En waarom? Van de wethouder zouden we graag nog het volgende willen weten. Vervalt de provinciale subsidie als Zwanenburg kiest voor het warmte-koude opslag, wat dus in feite geadviseerd is door Centraal als eerste keus? Heeft de wethouder voldoende zicht gekregen op de exploitatie van de installatie tot het einde van de looptijd? Met andere woorden, is het onderhoud slash beheer voldoende gewaarborgd? En tenslotte is er ook geld gereserveerd voor de verduurzaming van de overige zwembaden. Zij hebben onlangs hun plannen ingediend bij de gemeente. Dank je wel. Dank u wel. Anderen, de heer Heling en dan de heer Hoedemaker. De heer Heling als eerste. Dank u, voorzitter.
Onze fractie is in het verleden kritisch geweest op de plannen voor het gasloos maken van de Zwanenburg. We hebben kanttekeningen geplaatst bij de mogelijke onderhoudskosten, de technische haalbaarheid en de financiering uit de algemene reserve. Ook hebben we complimenten gemaakt. Complimenten over het duurzame karakter van het plan en het feit dat het een vooruitstrevend project is. Bovendien een vrijwillig project. Dat is opgezet door een onbezoldigd bestuur. Dat spreekt ons zeer aan. Het gebruik maken van de kracht van de samenleving met betrokkenheid van deskundigen en specialisten. Zo hebben we dat in de commissievergadering van 12 februari benoemd. Over de laatste willen we in deze raadsvergadering nog een paar dingen zeggen. We hebben binnen onze fractie bediscussieerd in welke mate het chic is om over een ogenschijnlijk goed plan van vrijwilligers een second opinion aan te vragen. Wij vinden als CDA, zoals u weet, vrijwilligers onmisbaar voor het functioneren van een samenleving zoals ons die voorstaat. Wij willen een warm bad voor hen zijn. Toch hebben we gemeend dat een tweede onderzoek op zijn plaats was, omdat we het hebben over nieuwe techniek, een aanzienlijk te investeren bedrag en het feit dat er nog 3 andere baren geëxploiteerd dienen te worden. Wij vinden het belangrijk dat de 4 baren regelmatig met elkaar overleggen en informatie uitwisselen. De portefeuillehouder zou daar wat ons betreft het initiatief toe moeten nemen en daar een coördinerende rol in kunnen spelen. Zwembaden kunnen een belangrijke taak vervullen in het stimuleringsprogramma Gezond in Coevorden. Zwemmen is beweging voor hele jonge kinderen tot mensen op zeer gevorderde leeftijd. Zwemmen is ook zwemles en wat ons betreft ook schoolzwemmen. Voor mensen die in verenigingsverband willen sporten, maar ook zeker voor mensen die dit individueel doen. En deze groep lijkt steeds groter te worden. Zwembaden moeten bij de tijd worden gehouden en de loop daarnaartoe moet op alle mogelijke manieren worden gestimuleerd. Het CDA pleit ervoor dat de gemeente zich hiervoor inzet. Dank u wel. De heer Hoedemaker. Ja, voorzitter. Ik had me in eerste instantie voorgenomen om mijn mond te houden. Omdat ik het SOP de kool niet waard vind, hoe heet dat ook weer. Ik ben het met de heer Heling ontzettend eens dat we dit soort vrijwillige initiatieven, althans initiatieven van vrijwillige besturen, moeten ondersteunen. En uiteraard moet dat kritisch bekeken worden. Maar dit initiatief ging gepaard met een goed onderbouwd onafhankelijk onderzoek. En ook niet een onderzoek van de eerste de beste. Het was het onderzoek van Sweco. Toch een van de meest gerenommeerde ingenieursbureaus in Nederland. Waarin gezegd werd dat dit een goed en degelijk onderbouwd idee was. Gelukkig werd ook aangegeven dat in tweede instantie dat dit om door een ringetje te halen was. Ik zie werkelijk niet in waarom we hier zo lang over hebben moeten praten en over hebben moeten discussiëren. Meneer Sop. Voorzitter, ik hoor de heer Hoedemaker zeggen dat er een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek lag. Direct al in het begin, door Sweco. Dat onderzoek lag er niet. Er lag een onderzoek getekend door de heer Beekman, projectleider van de Zwanenburg. En voor ons is dat niet voldoende. Wij hadden het niet eraan gevonden dat de Zwanenburg ons en de raad zelf had bediend met een in hun ogen second opinion. En het onderzoek lag er niet. Helder, meneer Hoedemaker. Ja, voorzitter. Soppen geeft aan en dat vroeg hij ook aan ons als raad, nodigde hij ons uit om iets te vinden of wij dit onlogisch vonden. Een dergelijke zorgvuldigheid. Nee, een dergelijke zorgvuldigheid vind ik niet onlogisch. Maar als die zorgvuldigheid met zich meebrengt de dreiging dat een belangrijk deel van de subsidie niet wordt meegegeven,
dan zal ik niet in eerste instantie om een dergelijk onderzoek vragen. Daarnaast bevreemdt het me dat in een vergadering daarvoor we met een pennenstreek 2 miljoen subsidie hebben gegeven aan een ander initiatief, een glasvezelinitiatief, waar zo mogelijk nog veel meer kanttekeningen bij te zetten waren. Ik stel voor dat we het niet over het glasvezelinitiatief als zodanig gaan hebben. Meneer Soppen, ga door. Voorzitter, ik wil alleen maar de heer Hoedemaker meegeven dat de provinciale subsidie nooit bij ons ter discussie heeft gestaan. Voor ons was het, er lag een experiment, zwembadtechnologie met op deze manier nog nooit toegepast, dus voor ons is het een experiment, maar die subsidie heeft nooit ter sprake geweest. Voorzitter, dan hoop ik dat de heer Soppen in deze overtuigd is met het onderzoek wat nu heeft plaatsgevonden en dat we in het vervolg dit soort duurzame initiatieven wat welwillender tegemoet kunnen treden. Dank u wel. Dank u wel. Dan de heer Bouwers en dan de heer Stoker. Ja, dank u wel, voorzitter. Zwanenburg is toch is al even onderweg met dit project. Het heeft de nodige tijd gekost om alles boven water te krijgen. En we waren dus ook in de commissievergadering blij dat het onafhankelijk onderzoek heeft aangegeven dat de Zwanenburg op de goede weg was. En het was een onafhankelijk onderzoek. En daar hebben wij ons met de commissievergadering eigenlijk ook wel aan gebonden. Om te zeggen van dat is wat ons betreft akkoord. Ja, je kunt er dan van alles bij halen, ook andere zwembaden. Maar goed, als die zwembaden aan de orde komen en die doen een aanvraag, dan kijken we daarna. We doen echt niet alle vier zwembaden in één keer. Het is heel mooi dat de BBC daaraan denkt, en dat is ook goed. Wij denken daar ook wel aan. Maar we doen dat stuk voor stuk, dacht ik. Ik denk dat dat ook het beste is. We kunnen er nog verder kritisch op zijn, maar daar zijn we niet. Wij hopen dat het goed gaat. En wij zien ook en hopen dat het een goede afloop heeft en dat de Zwanenburg er goed uitkomt. Dank u wel. Dank u wel, meneer Bouwers. De heer Stoker. Ja, voorzitter, dank u wel. Het PAC heeft in de commissievergadering al aangegeven dat dat we blij waren dat inderdaad het onderzoek wat gehouden is, dat het gewoon al bevestigd heeft wat wij in eerdere stadium al te horen hadden gekregen, dat het technisch en financieel haalbaar is. We hebben dankzij het onderzoek het 15.000 euro heeft gekost, de bevestiging gekregen dat wat ons gepresenteerd is of in het voorjaar, dat het feitelijk eigenlijk al klopte. Ik wil eraan helpen herinneren dat er inderdaad ook vaker voorstellen in dit huis worden gedaan waar geen onafhankelijk onderzoek plaatsvindt. En het gaat soms ook om andere bedragen. Ik ga er toch vanuit dat op het moment dat er voorstellen worden gedaan, dat daar in ieder geval vanuit de ambtelijke organisatie kritisch naar gekeken is, dat het doorgerekend is en dat er geen flauwekul voorstellen aan deze raad worden gedaan. Nogmaals, de heer Soppen heeft in de eerste bespreking gezegd, het mag ons wat kosten. Nou, het heeft in ieder geval 15.000 euro gekost. Wat ons betreft, prima dat nu de vaart in kan komen en dat Zwanenburg ook daadwerkelijk gasloos gaat worden. Dank u wel. Dank u wel. Ik zie de heer Mulder aan stal te maken om de heer Mulder van de Partij van de Arbeid om ook het woord te voeren. Ga ervan. Ja, dank u wel, voorzitter. In de raadsvergadering van 29 januari hebben wij als raad het college gevraagd een second opinion uit te voeren naar de zorgvuldig opgestelde plannen voor een gasloos Zwanenburg, die door de stichting met een onafhankelijk adviesbureau zijn opgesteld. Deze second opinion is uitgevoerd en geeft in onze ogen helder antwoord op de vraag of de investering in de verduurzaming van de Zwanenburg maatschappelijk verantwoord is. En ja, dat is het. Dit geldt voor de verduurzamingsmaatregelen als wel het gekozen bodemenergiesysteem. Ook aanvullende vragen zijn met de presentatie in de raadscommissie en schriftelijke beantwoording daarna ingevuld. Voor ons ligt dan ook een uniek besluit. Als gemeente Coevorden gaan wij voorop lopen in de verduurzaming van onze zwembaden. En naast het plan voor de Zwanenburg ontstaat met dit besluit ook ruimte voor maatregelen bij onze drie buitenbaden. Die plannen zien wij dan ook tegemoet.
Dus wat betreft de PvdA geven wij groen licht aan het plan en wensen wij de stichting Zwanenburg ook veel succes hiermee. Dank u wel. Dank u wel. Dan is het woord aan de portefeuillehouder namens het college in te gaan op de gemaakte opmerkingen. En inmiddels is hij zover hersteld dat hij dit afstandje nog kan overbruggen zonder ondersteuning, behalve één kruk. De heer Brink. Ja, dank u wel, voorzitter. Hoewel niet altijd in hetzelfde tempo, maar ik ben er toch. En ook graag bereid om u van antwoorden te voorzien, voor zover er nog vragen zijn, want ik constateer toch over het algemeen dat er een brede steun is voor het plan wat door Stichting De Zwanenburg opgewerkt is. En wat ook door de heer Heling, die de vrijwilligers, ik denk namens de hele raad, een warm woord heeft toegesproken, waardoor het college zeer wordt onderschreven. Het belang van vrijwilligers kan niet genoeg genoemd worden. En ook het belang van de zwemsport en de recreatieve zwemmen wordt benadrukt. En als dat dan ook nog kan in een duurzame omstandigheid, waarin de Zwanenburg hopelijk de voorloper zal zijn van alle baden die in Coevorden hopelijk verduurzaamd zullen worden, dan zal dat het college een heel blij college maken. Meneer Sop heeft nog gevraagd van, is er voldoende gereserveerd voor onderhoud? U hebt in het onderzoek van Centraal gezien dat de exploitatie wat hem betreft dik in orde is. En in die exploitatie zit natuurlijk ook de ruimte voor het onderhoud. Dat is gecheckt door de Stichting De Zwanenburg zelf, met het bureau wat ze in handen hadden genomen, plus gedubbelcheckt door Centraal. Dat geeft ons het vertrouwen dat daarvoor voldoende financiën en voldoende exploitatieruimte gereserveerd is. Heer Sokker. Dankjewel, voorzitter. Waarschijnlijk heeft de wethouder mijn vraag verkeerd geïnterpreteerd, of ik heb hem misschien niet goed gesteld. Mijn vraag over het beheer is, het is een ingewikkelde techniek. En de mensen die aan de knoppen moeten draaien, is dat gewaarborgd voor de komende 20 jaar? Dus de mensen die de techniek moeten bedienen. Ja, voorzitter, ik ga ervan uit dat de stichting daar zelf heel goed over nagedacht heeft, dat hij daar ook in geadviseerd is en dat die stichting ook nu al met heel veel techniek te maken hebbend dat in de exploitatie ook opgenomen heeft en dat het ook voor de toekomst gegarandeerd is. Anders zouden we dit project niet in kunnen gaan. En dan zouden we volgend jaar al zonder de nodige alternatieven voor de traditionele energie zitten. Dan is er natuurlijk de vraag van, is er ruimte voor de overige baden? U weet dat we vanaf het eerste stuk wat over gasloos Zwanenburg is gegaan, hebben wij steeds gezegd, de andere baden zijn zeer welkom om ook hun plannen in te dienen om nog verder te bezuinigen op hun gasverbruik, op hun energieverbruik, op een alternatieve manier. En die uitnodiging die staat, die blijft staan en het college wil ook heel graag die verduurzaming van de zwembaden, net zoals ze de verduurzaming wil van alle gemeentelijke accommodaties, zoals die in de toekomst onder handen zullen worden genomen. Voorzitter, meneer Oudeboom die zegt nog van, het is mooi dat dit plan gecheckt is, maar vooral dat het dubbel gecheckt is. Wij zullen in de toekomst de check en de dubbelcheck, die is er eigenlijk altijd al. Maar of we dat altijd met onafhankelijke bureaus bij elke check zullen doen, dat vraag ik mij ten zeerste af. Want u moet zich realiseren, we zijn met 12 buitensportverenigingen bezig, die allemaal hun plannen gaan maken. Als we daar allemaal de dubbelcheck moeten doen en niet het vertrouwen hebben in de verenigingen, die toch met hun eigen expertise en met de bedrijven die zij daarvoor in handen nemen, hun plannen opwerken, plus de voorbereidingen die je samen als gemeente met die verenigingen doet, dan wordt de dubbelcheck, voorspel ik u, die wordt 2,5 ton. Heer Oudeboom. Ja, voorzitter, erg plezierig dat de wethouder aan het voorspellen is. Maar dit lijkt me toch echt een taak voor onszelf. Wij kunnen zelf als raad bepalen of we dat nog een keer willen laten checken of niet. We laten ons dat niet van tevoren vertellen. Nee hoor, ik wou het u ook niet van tevoren vertellen, maar ik wou u alleen een beeld schetsen. Want dat hebben we in het verleden
niet zo gedaan. Maar als u het in de toekomst wel zo wilt, dan schets ik u een beeld over wat er dan gaat gebeuren. Maar dat is uiteraard aan u. U kunt dubbelchecken, u kunt driedubbelchecken. Dat is allemaal aan u. Voorzitter, volgens mij heb ik alle vragen beantwoord. En volgens mij ben ik aan het eind van mijn pleidooi voor gasloos de Zwanenburg. Waar het niet dat meneer Heling het spreekgestoelte. En hij krijgt van mij nu het woord. Ja, dank u voorzitter. Ik had nog een vraag gesteld over het vierbadenoverleg. Dus informatieuitwisseling tussen de vier zwembaden en of u daar het initiatief toe zou willen nemen. Voorzitter, dit college bepleit het verbindend besturen. Daar waar wij verbinding kunnen leggen tussen organisaties en dat meerwaarde heeft en gewild is voor organisaties, zullen wij dat altijd doen. Dank de wethouder. Ik geef ruimte voor een tweede termijn. Gaan we in dezelfde volgorde? Is er behoefte aan een tweede termijn? Ik ga de ronde maar even rond. Behoefte aan een tweede termijn? Ik begon bij de fractie van de VVD. Meneer Oudeman, behoefte aan een tweede termijn? Ja, eigenlijk één korte opmerking van de heer Hoedemaker. Ik begreep dat hij het gesprek niet had voorbereid. Nou, dat is al heel duidelijk te horen inderdaad. Wij vinden het vreemd dat je zo kunt tekenen bij het kruisje. Het lijkt me toch duidelijk dat je eerst een gegrond onderzoek moet hebben en dat je daar dan mee verder gaat. En niet een onderzoek die iemand anders al heeft toegezegd. En dan vind ik ook in dat gesprek van hem, of in het betoog, dat subsidie, dat mag geen poort zijn tot instemming. Dus het wel of niet verkrijgen van subsidie. Dat moet niet een doel op zich zijn. De heer Hoedemaker popelt om te reageren. Gaat u gaan. Ja, daar heeft meneer Oudeboom gelijk in. Maar ik heb de stukken toch zo geïnterpreteerd dat toch niet de eerste de beste, namelijk Sweco, hier al naar gekeken had. En hier deze berekeningen en deze beoordelingen als goed beoordeelde. Dan denk ik niet dat ik teken bij een kruisje, maar dan denk ik dat ik me baseer op een uiterst gerenommeerde partij die aangeeft dat het een goed en onderbouwd plan is. Ik stel voor dat u hier niet een hele interpretatiediscussie van maakt. Het punt is toegelicht, denk ik. Anderen voor een tweede termijn? De heer Sop. Dank je wel, voorzitter. Even reageren op een paar opmerkingen van een paar fracties. U hebt net gezegd, we gaan niet terug op glasvezel, maar ik wil het wel even genoemd hebben dat voor de glasvezel is er wel degelijk een onafhankelijk onderzoek geweest en is uitgevoerd door de provincie, door het bureau Dialogic. Dus dat wil ik in ieder geval de heer Hoedemaker even kwijt. Pak had het over 15.000 euro van Centraal. Nou, dan hebben ze volgens mij de joker ingezet, want volgens mij is het 8.000 euro. PvdA noemt even dat er door dit initiatief ook ruimte komt voor de overige zwembaden. Wij juichen dat overigens toe. Maar waar baseert de heer Mulder dat op? Dat er dan, als we dit goedkeuren, sowieso ruimte komt. We gaan eerst even nu opdelen, want u stelt een paar vragen, dan wel maakt opmerkingen. Ik zie nu de heer Hoedemaker eerst al popelen om iets te zeggen en dan de heer Mulder. Dus we gaan dat even keurig in volgorde aan bod laten komen. Meneer Hoedemaker eerst. Ja, u wil ik toch even in herinnering roepen dat in het onafhankelijk onderzoek wat u aanhaalt, toch wel de partij een belang had. En dat daarnaast het advies van die partij met allerlei disclaimers gepaard gaat. En dat was in dit geval niet zo. De heer Mulder. Ja, de vraag was waar ik dit vandaan heb, dat er ook ruimte is voor de andere drie buitenbanen. Nou, het staat gewoon beschreven in het raadsvoorstel. Dus wat dat betreft, als u dat nog doorleest, kunt u daar het antwoord op vinden. De heer Soppen. Goed, laat in ieder geval duidelijk zijn, er werd al genoemd de vrijwilligers. Ook onze fractie is als geen ander blij met alle vrijwilligers bij de zwembaden, ook bij de Zwanenburg. En daarvoor nogmaals de complimenten hoe als het team Beekman functioneert.
Ik heb nog wel een vraag aan de portefeuillehouder overigens. Deelt de portefeuillehouder dat de subsidie van de provincie nooit in gevaar is geweest? De portefeuillehouder die stelt, geeft het antwoord aan het eind van de tweede termijn. In de reactie namens het college. Dus dat, die staat nu genoteerd. Ja? Dan is de heer Sopper klaar. Oké, dank u wel. De heer Heling nog, behoefte aan de tweede termijn. Ja, dank u voorzitter. Nou, voor ons had het geen bespreekpunt op de raad hoeven te wezen. We hebben met de commissievergadering al gezegd. We hebben een second opinion aangevraagd. Hebben we gekregen. Is naar behoren ingevuld. Dus wij zijn blij en verheugd met het onderzoek en stemmen daarmee in. Dank u wel. De heer Hoedemaker nog een behoefte aan de tweede termijn? Nee. De heer Bouwers. De heer Stoker ook niet. De heer Mulder ook niet. Dan zijn we rond de tweede termijn. Nog één vraag voor de portefeuillehouder. Hij krijgt extra oefening vanavond. De heer Brink. Ja, voorzitter. Het is een mooie therapeutische avond vanavond. Is de subsidie in gevaar geweest? Nou, we hebben een tijdslimiet gehad en daar hebben we uitstel op gevraagd. Dat is mondeling op toegezegd door de provincie dat dat uitstel gegeven wordt. Dat is tot op de dag van vandaag nog niet schriftelijk bevestigd. Maar ook de burelen van de provincie komen blijkbaar na de vakantie voorzichtig op gang. Ik zeg, hij is nooit in gevaar geweest, maar ik zeg u ook, hij is niet oneindig geldig. Want een provincie zegt ook een keer, als u het niet aan het Zwanenburg uitgeeft, dan weten wij wel andere projecten. Goed, dank u wel. We zullen het niet over andere gemeenten hebben vanavond. We hebben het over onze eigen Zwanenburg. Goed, en we beëindigen hiermee de bespreking. We hebben denk ik allemaal de balans kunnen opmaken en dan kunnen we toewerken naar besluitvorming. Is er behoefte aan het geven van een stemverklaring of kunnen we gewoon... Nee? Niet? Ja? Dat je toelicht waarom je voor of tegen bent? Zeker. Ja? Ik wil wel nog, gaat uw gang. Nog even toelichten. Een reactie op de positieve houding van de wethouder met betrekking tot de overige zwembaden in onze gemeente. Verzoeken wij in ieder geval ruimhartig om te gaan met de financiering van de plannen. Die plannen zijn inmiddels al binnengekomen. In zaken de Zwanenburg gaan wij na de toelichting in de commissievergadering door Centraal. We gaan er in ieder geval vanuit dat dit zwembad geheel gasloos wordt. En zoals in de eerste termijn al door ons naar voren gebracht, zijn er wat twijfels door een aantal risico's en onzekerheden bij dit project. Maar we geven het voorstel, het plan, echter het voordeel van de twijfel en stemmen daarmee in. En we wensen de wethouder en de Zwanenburg veel succes bij de uitvoering. Mooi, dank u wel. Andere behoefte aan stemverklaringen nog? Nee, mag ik dan vaststellen dat u met algemene stemmen kunt instemmen met dit besluit? Dan is dat mooi. Gefeliciteerd ook de Zwanenburg. Want dan kan er nog voor het eind van dit jaar in ieder geval voortgang worden geboekt naar deze besluitvorming. Mooi. Dan, dames en heren, zijn we bij het tweede bespreekpunt. Maar bespreekpunt omdat het gaat over een herbenoeming van leden van de Raad van Toezicht van het Esdal College. En u weet dat het... zorgvuldig is om in ieder geval even met elkaar vast te stellen of er behoefte bestaat aan een vorm. Natuurlijk dan met de vereiste zorgvuldigheid van hoofdelijke stemming. Met de stembriefjes of met stembriefjes. Of dat u met algemene stemmen bij acclamatie dus kunt instemmen met deze voordracht. Ik begrijp uit uw signaal dat dat laatste het geval is. Dan is al dus ingestemd met het voorstel voor de herbenoeming van de leden van de Raad van Toezicht van het Esdal College. Ik feliciteer ze daarmee. Dan 8.3, een voorstel in zaken de benoeming van een lid van Raad van Toezicht voor het Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorde, Hardenberg en omgeving De Nieuwe Veste. Wenst iemand daarover een individuele stemprocedure of kan dat ook bij acclamatie? Dat laatste is het geval. Dat is al dus conform het voorstel besloten. En dat is dan mooi voor de heer De Vent. Ook hij gefeliciteerd. En als laatste een benoemingsvoorstel over uzelf als raad, namelijk de benoeming in organen van de gemeenteraad te weten. Eerste en tweede plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad en de waarnemer van ondergetekende bij afwezigheid. En mevrouw Katerberg als lid van de werkgeverscommissie en de vertrouwenscommissie. Dat is het voorstel, u heeft dat gezien. Ik ga er eerlijk gezegd vanuit dat ook dit
bij acclamatie, zonder dat er het woord over gevoerd hoeft te worden, kan worden besloten. Dat is het geval. Dan is al dus conform besloten. Gefeliciteerd ook allen dan met die benoemingen. En zijn we toe aan het allerlaatste punt van deze vergadering, dames en heren. 8:04 volgens diezelfde iPad. Ik sluit de vergadering. Dank voor de komst en wel thuis.